En waar we ook met Smart op wachten is het album van Glenn Faria. Oh, wow. Want daar hebben we bijna 10 jaar op moeten wachten. Het is niet zo dat hij stil heeft gezeten. Nee. Sterker nog, 2 artiesten wisten bijvoorbeeld 2 echte hits te scoren met zijn teksten. Ja. Als ik dit liedje zelf optreed, weet ik niet meer hoe ik het zong. Nee? Nee. Ik maak altijd, ik zing altijd de Tino Martin festival. Ja, maar deze... Nee, Glenn. Remix. Ja. Maar het waren echt weer gigantische hits die zij daar te pakken hebben. Dankzij jouw teksten. Maar nu is het dus... Ja, we hebben 10 jaar moeten wachten ongeveer. Je komt nu met je nieuwe album. Ja. Waarom hebben wij zo lang daarop moeten wachten, Glenn? Er was een periode dat ik... iemand zei tegen mij... Op een gegeven moment zat ik in het maakproces... En ik realiseerde me gewoon, ik weet even niet meer met wie ik aan het praten ben. Wie... Als in met jezelf? Nee, gewoon met als je aan het schrijven bent, dan zie je een groep mensen voor je. Dan zie je van, ook praat met deze groep mensen. Ik zag even niemand meer voor me. Ik wist ook niet meer wat ik wilde vertellen. En een vriendin van mij, Laura Jansen, die zei... Als je 5 zinnen tegen de wereld kon zeggen nu... Vijf zinnen tegen de wereld. Nou, dat is nogal een vraag. Ja, ik geef jou een microfoon, je mag 5 zinnen tegen de wereld. Het kan groot en het kan klein zijn. Maar ik had geen idee wat ik moest zeggen. Toen zei ze, weet je wanneer je aan je plaat moet beginnen? Als je weet wat je tegen de wereld wil zeggen. Wow. Dat heeft even een tijdje gekost. Toen ben ik met een paar jongens in isolatie gegaan tijdens de corona. In een studio. En toen viel het opeens. En wat wil je zeggen dan met het album? Weet je dat? Is er een kern? Nou, er is niet per se een kern. Wat ik terug heb gevonden is Glenn Faria. Waarom maakt hij muziek? Waarom maak je muziek? Ik maak muziek voor herkenbaarheid. Dus dat ik heb het altijd over... Het zijn verhalen uit mijn leven getrokken. Maar op een of andere manier krijg ik toch altijd reacties. Yo, het lijkt net of je mijn verhaal vertelt. En dan maakt het niet uit wie het is. Of het nou iemand uit Doetinchem is. Of iemand uit Amsterdam. Iemand uit de Bijlmer. Iedereen kan zich herkennen in dat onderwerp. En toen dacht ik, oh, dat ben ik. En ik ben het ook kwijtgeraakt omdat ik een tijdje natuurlijk voor een heleboel andere artiesten ben gaan schrijven. Dan ben ik meer in hun vel. In hun huid gekropen. En daardoor ben ik ook een gedeelte van mezelf kwijtgeraakt. En toen ik in isolement ging, net als heel Nederland... toen wist ik weer op een gegeven moment wat belangrijk voor me was. En ik had mijn eigen stem terug, mijn eigen taal. Ben je trots op het album? Ik ben super trots op het album. Het woord, let wel, hé... Hey? Let het wel. Het beste album ever. Oh, ja? Ever. Oh, ja. Marvin Gaye. Ik heb er zo zin in. Ever. Nou, weet je, dan wordt het ook tijd om ons...